De VVD-fractie in de Nijmeegse gemeenteraad heeft twijfels of de verkeerssituatie op de Waalbrug wel veilig is. Op de brug waar werkzaamheden gaande zijn, hebben zich de afgelopen 10 dagen meerdere incidenten voorgedaan. Daarover gaat de VVD mondelinge raadsvragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. 2 keer was er een botsing tussen fietsers en auto's met ernstig letsel tot gevolg. Daarnaast ontstond er 2 keer verkeerschaos in Nijmegen, omdat vrachtwagens zwaarder beladen dan 3,5 ton de Waalbrug wilden gebruiken.